U bent moeder. Ja. U heeft kinderen, die slapen. Ja. En iedere nacht kan er een aardbeving zijn. Waar ik me heel erg zorgen om zou maken, is dat er misschien een stuk van het plafond naar beneden valt op mijn kind. Elke ochtend haal ik stukken stukwerk van de vloerbedekking af. En er wordt gezegd, dat valt wel mee, maar zo voelt het niet.